Dames en heren, veel wordt tegenwoordig gesproken en geschreven over geboorteregeling. Aan de wetenschap en haar ontdekkingen dankt de mens de mogelijkheid om regelend op te treden ten aanzien van de voortplanting. De spreiding van de geboorte is binnen de verantwoordelijkheid van de mens komen liggen. Men kan zelfs stellen dat de geboorteregeling, dat heel iets anders is dan de geboortebeperking, normaal deel gaat uitmaken van de totale opdracht van de gehuwde die zij hebben ontvangen. Deze regeling die houdt dit in: het kindertal zien in zijn betrekking tot het huwelijksleven in al zijn aspecten. Het grotere of kleine gezin op zich heeft geen enkele betekenis.